Samen met de gemeente Rotterdam, Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland legt de provincie een nieuwe vaarweg aan in de Delftse Schie bij Overschie. Met deze aanpassing verdwijnen de twee haakse bochten in de vaarweg en kan de scheepvaart straks rechtdoor. Dat is vlotter, veiliger en beter voor het milieu. Vandaag hebben we een inloopdag. Vanmorgen hadden we schoolgaande kinderen hier en vanmiddag hebben we bewoners en andere mensen uit de omgeving hier op het werkterrein. Die kijken vooral naar de werkzaamheden die er hier uitgevoerd worden en naar de archeologische vondsten die er gedaan worden. Ik ben René Proos, archeoloog bij de provincie Zuid-Holland. Betrokken bij dit project omdat overal waar gegraven wordt, voorafgaand aan dat graven archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Zo ook hier. We staan hier op de plek waar in de 2e en 3e eeuw een Romeinse boerderij gestaan heeft met een bijzondere samenstelling op het erf. Er lag namelijk een altaar op het erf. Er stond een altaar met daarbij een aantal vondsten, fibula's, mantelspelden dus en munten. En nou, dat is toch wel bijzonder te noemen. Ik zou het wel leuk vinden als ze weer een leuk iets zouden vinden. Dus we moeten toch nog een keer komen kijken, want vandaag gaan we er niet achter hoor. Ja, ze hebben twee plastic zakjes al gevuld met oude steen of scherf. We kunnen het niet goed zien van deze kant af. Ik wil graag de put in eigenlijk. Het is heel interessant. Ik wist niet dat we dat hier hadden in Overschie. En we zijn hier uitgenodigd om even een kijkje te nemen. Dus we nemen uitgebreid een kijkje. Ik vermoed dat dat botten zijn, van dieren. En verder weet ik het ook niet. Het is helemaal onbekend voor me. Maar ik vind het wel leuk om te zien. De provincie vindt archeologie belangrijk, omdat archeologie een bindend element is wat de mensen van nu met de mensen van het verleden verbindt. In dit project is de archeologie helemaal belangrijk, omdat we hier bezig zijn met water, met strijd en indammen van het water. En dat deed men in het verleden hier ook al, op deze plek. Dit is een plek waar al duizenden jaren strijd tegen het water geleverd wordt. Nou, het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Daar zijn we al een jaar mee bezig en we zijn nu bezig met het trillen van de damwanden. En hierna komt het water op de juiste hoogte, zodat de schepen er weer doorheen kunnen gaan varen. Wat hier gebeurt, wat we achter ons zien, is de opgraving van het laatste stukje. Het laatste stukje wat we nog willen blootleggen voordat de bochtafsnijding in gebruik gaat. En waar we naar zoeken zijn resten van de oude dijk en resten van middeleeuwse huizen die hier nog aanwezig zouden kunnen zijn, als ze niet al lang gesloopt zouden zijn. De meest bijzondere vondst die hier gedaan is de houten stoel van Overschie. De stoel van Overschie is een 12e eeuwse stoel, een bijzonder oud meubelstuk. Hier gevonden onder de ophogingen tegen de dijk aan. En waarschijnlijk daar terechtgekomen omdat mensen in nood waren. Er was watersnood, ze hadden van alles en nog wat nodig om die dijk op te hogen en te verstevigen. Dus ze gooiden hier van alles en nog wat neer, waaronder ook een oude stoel. En die hebben we dus 800 jaar later teruggevonden.